Bobby Müller is een Nederlandse cameraman en director of photography, oftewel DOP. Hij werd bekend als cameraman van Wim Wenders. Hij ging in Duitsland werken en er volgde een internationale carrière, waarin hij samenwerkte met onder andere Jim Jarmusch en Lars von Trier. Hij ontving verschillende nationale en internationale onderscheidingen, waaronder een International Achievement Award van de American Society of Cinematographers. Door een neurologische aandoening kan Müller niet zelf meer spreken. Ja, Paris, Texas, Robbie Müller. Ja, dat is een grootheid, hoor. Dat hij voor een grote naam als Wim Wenders, dat hij daarmee heeft samengewerkt. Ja, dat is toch super tof. Het is echt alsof ik niet naar een film kijk, maar alsof ik er zelf bij zit. He ran through the flames toward the only two people he loved. But they were gone. Het mooie is dat Robbie Müller is juist dus een cameraman die zich heel erg luistert naar wat het verhaal nodig heeft. Dus hij heeft niet een eigen stijl die direct herkenbaar is. Maar wat bijvoorbeeld een hele belangrijke film is, is Paris, Texas van Wim Wenders, die hij heeft gefilmd. En wat je daarin opvalt is dat het niet alleen op een hele bijzondere manier gefilmd is, uiteindelijk, hè, met hele bijzondere beelden, maar vooral dat het licht steeds heel bijzonder is. Hij was nooit zonder camera. Hij had altijd een aantal camera's met zich mee. Als we op vakantie gingen, heeft hij een hele zak vol verschillende types camera met zich mee. Bij een eettafel altijd een camera, hè? Nu bijvoorbeeld, zijn leven is wat beperkter, hè? Maar we kijken mooi naar buiten, naar bomen en het licht en hoe dat speelt in de bladeren. En dan zie ik Robbie weer dat hij daar gewoon... Hij is gefascineerd van het licht, van de bewegingen, van ja, alles waarnemen. Hij heeft met dat oeuvre, wat hij vanaf eind jaren 60, begin jaren 70 opgehouden, heeft hij echt aan de basis gestaan en mede vormgegeven aan de hele auteursfilm zoals die vanaf de jaren 70 gegroeid is. Dus hij neemt een superbelangrijke plaats in binnen juist het internationale filmveld.